De kiezering was er hem, maar de hollen er goed bij horen. Oors gaat er onderuit. Nou, hoe glad is dat brechtje? Het valt mooi. Ja, het valt mooi. Ik had ergens verwacht. In het zielcentrum van Grauw, dat Joert een stembureau is, weten de mensen dat Boasterhem voorbij is en Ljouwt de takkomst. Ik hoop dat een hele grote mensen van Boasterhem aarsen met weemoed wij weer omsjoggen naar deze prachtige gemeente. Ik stem wel een grote. Maar je bent wel benieuwd wat Ljouwt met Grauw docht. Ja, ja. Ik denk wel dat het goed komt. Want Ljouwt het wel dat hij dus waardering had van het watersportgebied. En dat hij daar ook wel een beetje mooi doen wil. Denk ik. Wat met Ljouwt met Grauw doen? Nou, vooral denken dat hij er alles goed brood wat je weer. In Ljouwt zelf binnen de inwenners net dwaande met Grauw en omkrieten dat van 1 januari al bezit van de stad is. De opkomst is heel wijde dag min in weekcentrum het knooppunt. Nou, matig. Ja. Ongeveer 128 mensen. En gewoon mij, hoeveel er binnen er dan? Nou, 300-400. Ja. Hoe kan dit? Ja, omdat de meeste mensen zeggen van het is niks. We vertrouwen het niet meer. Bij het stembureau in het provinciehuis is het beeld net oors. De kiezers die het wil komen, binnen bewuste stemmers. Persoonlijk ben ik van mening dat iedereen die stemmen mij moet gewoon eigenlijk stemmen gaan. Ja, dan heb je achteraf net naar jezelf het nijpraat van ja, hier ik maar stemt of nou, ik ben het je net mee eens en dan net stemmen gaan. Dat klopt net. Waarom vind je het belangrijk om te stemmen? Nou, dat is de vrijheid van Nederland. Dat we stemmen, docht haar. En dan moet iedereen gebruik van maken.